Had jij nog karretjes voor die vertrekhallen? Op Lensheid zijn er 6000 bagagekarretjes. Dat zijn geremde karretjes. Die hebben of een rode of een blauwe handvat. We hebben ook nog in Airside hebben we 4000 karretjes. Dit heet de shoppers. Ja, is goed Rob. We gaan even het karretjes opladen. Die moeten we even naar de vertrekhal brengen. Ja, we raken ongeveer 100 karretjes per jaar kwijt. Op stations en alles. Dus, maar we vinden ze ook wel eens op campings ergens bij een tuintje. Daar vinden makkelijk mensen om wat dingen ermee te vervoeren. Op de gekste plekken, echt. Ja, nou dit is echt een leuk voorbeeld van zwerfkarren. Je ziet ze zijn allemaal niet in elkaar gezet. Dit geldt dus eigenlijk als 5 zwerfkarren. En je ziet het gaat ook al blokkeren bij de lift. Dus ik ga dat even gauw opruimen. Nou, in feite komen de meeste mensen gewoon via de vertrekhallen met de auto, met familie en de koffers komen ze aan. Dan gaan ze de bagage opladen op een expresso-karretje en gaan ze dat expresso-karretje meenemen naar de incheckbalies. Nou, als ze ingecheckt zijn, dan laten ze die karretjes achter en dan gaan wij die karretjes allemaal verzamelen en die brengen we naar verzamelpunten zoals een lift of een transporteur. En zo kunnen we 600 karretjes per uur afvoeren van vertrekniveau naar aankomstniveau. Als een karretje kapot is, dan gaan we dat naar de aankomsthal 4 brengen. Daar hebben we een soort bufferplaats. En dan komt de firma Panta, dat is een soort sociale werkplaats. En die gaan onze karretjes weer repareren. En dan krijgen ze een sticker met de datum van vandaag en van het jaar. Dan kennen ze dus weer een jaar voort. Vanuit de aankomsthallen komen de mensen die dus terug van vakantie komen, die nemen een karretje weer mee. Dan gaan ze dus naar buiten. Daar laten ze weer achter. Dan komen wij met auto's, met aanhangers. Dan laten wij die karretjes weer. Ja, de chauffeur rijdt dus de hele dag op de auto en laat de hele dag op en af en op en af. Dus best wel zwaar werk. En die brengen we weer naar de vertrekhallen. En dan is eigenlijk het hele proces, de hele cirkel weer rond.